Weet je nog van het laatste verhaal? Hoe Jacob tegen zijn vader Isaac loog en hoe boos Ezo was? Nou, kijk eens. Nu kan Jacob niet meer bij zijn vader en moeder wonen. Daar gaat hij. Verdrietig, hè? Jacob reist de hele dag totdat het avond wordt. Dan moet hij ergens gaan slapen. Maar waar? Zomaar buiten in de woestijn. Hij neemt een steen en die legt hij onder zijn hoofd. Net een kussen. Als Jacob slaapt, ziet hij in een droom een ladder. Die ladder is zo lang dat hij helemaal de hemel bereikt. En op die ladder gaan engelen naar beneden en ook weer naar boven. Boven aan de trap staat de Heere. Hij zegt tegen Jacob: Ik ben de Heere, de God van je vader Abraham, de God van Isaac. Het land waar jij nu ligt te slapen zal ik aan jou en aan jouw familie geven. Er zal een groot volk uit jou geboren worden: zoveel mensen dat jij ze niet kan tellen. Zij zullen dit land bezitten. Van het westen tot het oosten en van het noorden tot het zuiden. Ik zal met je zijn. Ik zal je beschermen en je terugbrengen in dit land. Wat een genade van de Heere God dat Hij Jacob nog steeds wil zegenen. Dat had hij niet verdiend, hè? De Heere God geeft ook ons heel veel dingen, allemaal zegeningen. Verdienen wij dit? Als Jacob wakker wordt, zegt hij: "O, oh, de Here was hier echt en ik wist het niet. Deze plaats is net een huis van de Here en een poort naar de hemel." De volgende morgen staat Jacob vroeg op. Hij neemt de steen die hij als kussen gebruikt heeft en zet hem recht overeind als een gedenkteken. Dan giet hij er olie over uit en hij noemt de plaats Bethel. Dat betekent huis van God. Heb jij ook zulke momenten in je leven, waarvan je weet dat de Heere God heel dichtbij was en jou geholpen heeft? Het is goed om aan zulke momenten terug te denken en te zeggen: kijk eens wat de Heere voor mij gedaan heeft. Dat zal je helpen om Hem te vertrouwen. Wat er ook gaat gebeuren in de toekomst. Dan legt Jacob een gelofte af. Hij zegt: Heere, als u met mij zult zijn en mij zult beschermen waar ik ook heen ga. Als u me brood en kleren geeft. En als u ervoor zorgt dat ik in vrede terug kan keren naar het huis van mijn vader in de toekomst. dan zult u mijn God zijn. Deze steen zal mij helpen om dat niet te vergeten. En van alles wat u mij zult geven, zal ik een tiende deel teruggeven aan u. De Heere doet altijd wat Hij belooft. Doe jij dat ook? En zou Jacob dat ook doen?